Nou, ik sta naast twee kandidaatsleden van Groep de Mos. Wesley. Hallo. Welkom bij Groep de Mos en natuurlijk Bert. Hallo. wat vind je ervan, Wes, om eerst organisator van het Vreugdevuur. Nou bij Groep de Mos. Het houdt letterlijk niet op, hè, bij je. Hoezo? Je bent overal met alles bezig, allemaal voor Scheveningen. Of moeten we het allemaal een beetje nemen met een korreltje zeezout? Nou, niet met een korreltje zeezout. Kijk, ik ben in principe opgegroeid op Scheveningen en Scheveningen zit gewoon in mijn hart. En ik heb zoveel verbinding met Scheveningen, ook met de Vreugdevuur natuurlijk. Vind ik gewoon prachtig om dat te regelen en te doen al die jaren. Ik heb altijd heel veel plezier gedaan. Een paar jaar geleden in contact gekomen met Richard de Mos. En vanaf die tijd eigenlijk altijd contact gehouden over de Vreugdevuur en de Scheveningen. Ja, en zodoende heb Richard mij gevraagd van, hey, lijkt het je wat om ambassadeur te worden bij Groep de Mos? Nou ja, ik zeg van, nou, we kunnen altijd even een keertje praten, ja toch? Ja, van het een kwam eigenlijk het ander. Ik vind gewoon dat bepaalde dingen anders kunnen op Scheveningen. Daar heb ik aan Richard de Mos doorgegeven. En laten we hopen dat we iets kunnen gaan veranderen op Scheveningen. Ja, inderdaad, dat is natuurlijk wel belangrijk. Hou Scheveningen allemaal intact zoals het is. Ik ga toch tussen jullie instaan. Leuk voor die banden van Richard, maar... Het is wat makkelijker interviewen. Bert, jij bent natuurlijk samen met Jan Brand van Wat is fijn om in Scheveningen te zijn. Hoezo opeens Groep de Mos en de politiek? Nou, ik ken Groep de Mos al vlak voor de vorige verkiezingen. Via mijn helaas overleden aangetrouwde neef. En eigenlijk zijn door de jaren heen zijn we contact blijven houden. En heb ik hand- en spandiensten verleend aan Groep de Mos. Maar ook aan ieder ander die Scheveningen een warm hart toedraagt. En nu met deze komende verkiezingen hebben we gekozen voor Groep de Mos om daar op de lijst te komen als ambassadeur. Oké, nou dat klinkt echt heel mooi. Wat zijn een klein beetje je punten voor Scheveningen? Nou ja, sowieso buiten van de Vreugdevuren natuurlijk. Zowel voor Scheveningen als Duindorp. Voorrangsregeling voor Scheveningen en Duindorpers. Beter parkeerbeleid, beter verkeersbeleid. Dat zijn natuurlijk wel ergernispuntjes. Er zijn nog een aantal andere punten die belangrijk zijn. Scheveningse identiteit uiteraard. De Hague Beach, dat moet gewoon helemaal weg. Weet je? Dat vinden we gewoon helemaal niks op Scheveningen. En ik vind ook gewoon nieuwbouw, dat moet gewoon betaalbaar zijn. En dan moeten er geen lelijke betonblokken worden. Nou, klopt, heb je helemaal gelijk. Nou hebben we ook gehoord natuurlijk weer een heleboel hotels gaan bouwen en neerzetten, Bert. Wat is jouw kijk erop? Nou ja, wat er aan de haven gebeurt met dat plan, dat is natuurlijk klinkklare onzin. He, om daar nu naast al zoveel woningenbouw rond de haven neer te zetten, terwijl het eigenlijk industrieel gebied is. En dan nu ook nog eens een keer een hotel erbij dat op steenworp afstand al in een bestemmingsplan een ander hotel staat. Vlakbij het beachstadion. Het havenhoofd op de kop van Fish. We krijgen het Easy Hotel krijgen we erbij. En nu komt er zelfs nog weer een derde hotel bij. In de Tuinstraat, in de kerk met een hotel. Sorry. Waar blijft de visserij? Inderdaad, klopt. Een heleboel bewoners horen we daar al over klagen. Over de verbouwing, het zogenaamde vernieuwen, letterlijk vernieuwen. Wat ga jij eraan doen, zodat Groep de Mos toch het gaat behalen? Nou ja, ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk stemmen te halen voor Groep de Mos. En ik hoop gewoon dat zoveel mogelijk mensen op Scheveningen en daarna op mij gaan stemmen voor Groep de Mos. Ja, mocht het zijn dat ik genoeg stemmen krijg, dan ga ik misschien wel de gemeenteraad in om mij voor Scheveningen daarop in te zetten. En hoe ga je die stemmen binnenhalen? Nou ja, er komt een persoonlijke campagne. En dan worden er flyertjes van me gemaakt, worden posters gemaakt. En dan gaan we gewoon zorgen dat er zoveel mogelijk stemmen komen. Daarnaast komt er een pandje vrij op de Trijlenweg. Dat pandje wordt opengesteld voor inloopavonden. En als er mensen vragen zijn, dan kunnen ze daar terecht. En daar zullen ik, Bert van der Halm en andere mensen die betrokken zijn namens Groep de Mos bij Scheveningen. Die kunnen dan eigenlijk hun woordje staan vanuit de Groep de Mos eigenlijk. En wat onze standpunten zijn en wat onze ideeën zijn. Oké, klinkt heel erg goed. En Bert, dezelfde vraag aan jou. Hoe ga je de stemmen binnenhalen? In ieder geval bekendmaken dat ik beschikbaar ben voor een stem. Iedere stem op Groep de Mos is er eentje. Of op mij, of op Wesley, of op ieder ander op de lijst. Als we maar zorgen dat we de grootste worden voor Den Haag. En daardoor wordt dan automatisch de belangen van Scheveningen goed vertegenwoordigd. Is het niet actief in de raad, dan op de achtergrond.
Ja, klopt. Hartstikke mooi. En ja, natuurlijk, je bent samen medebeheerder van Wat is Fijn Omschevelingen met Jan Brand. Er staan een heleboel mensen al lid van. Ga je die erbij betrekken? Nee, absoluut niet. Ik ben beheerder van een Facebookpagina. En beheer moet je als altijd objectief behandelen. Ik ga daar niet actief de pagina mee betrekken. Ik was ook beheerder van Politiek Omschreveningen. Nou, dat was een politieke pagina. Ik heb politieke ambities bij een lokale partij. En ik heb dus daarom ook het beheerderschap op neergelegd. Als ook blijkt dat de werkzaamheden voor Groep de Mos het beheerderschap voor Wat is het Fijn Omschreveningen te zijn in de weg gaan lopen. Dan heb ik ook al met Jan gezegd van joh Jan, dan ga ik het neerleggen. Ja, inderdaad. Nou jongens, ik wil jullie heel erg feliciteren. Bes, jij op plekje nummer 22. Ja. En Bert? Een plekje lager. Een plekje lager. Op 23. Nou, ik zou zeggen jongens, succes en zet hem op hè. Ja, we gaan er meestal maken. Top.